Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Legend Arceus Quest Battle met Sander van Gaming is B. Het is voor ons alweer echt lang geleden, of niet, Sanderain? Ik weet niet eens waar ik ben, joh. Jubilife Village, thuis. Blijkbaar. Ja, want maar... je was net in de laatste secondes van de vorige aflevering, was je level 4 geworden. Ah, dat is slimmie. Scaling, complete, enough research, task to reach, oh... Hé, hey, hier staat dat ik dat nog moet doen. Ja, je hebt nog niet... Oh, ik heb de rank nog niet gehaald, maar ik had wel... Ja, precies. Ah, oh, hoe werkt dit ook weer? Fuck. Hoe doet dit? Working. Show me your Pokédex. Yo, dit is een Pokédex. Ken je dat? Nee. Ken je dat, Mr. Celine Dion? Celine Dion? Ja, toch? Ja, toch. Volgens mij wel. 4 sterren ranken. Ranking the stars. De 4 stars. Ja. Dat zijn het. Een leaden ball. Hyper potions. Dat is wel. Jammering. Magic jammering. Oké. Okay. Ken je de Magic Jammer van Yu-Gi-Oh? Nee, zo snel eigenlijk niet. Het is een trap card. Ah. Dus als jij een Magic card doet, dan doe ik Magic Jammer, want dan is het jammer dat je hem hebt gebruikt en dan doet hij het niet. Ah, dat klinkt wel logisch. Ja, toch? Ja. Dat is hoe ik het werkt. Ik vind dat wel een beetje jammering. Yeah, niet te verwarren met jampering, want dat vindt My Landing niet zo leuk. Dat doen we hier niet, hè? Oh, eens even. Dat zei ik toch? Niet nee, te verwarren, want toch? Dat vindt Milan niet leuk. Ja, maar je zei het daardoor toch. Ja, maar ik ben mensen aan het waarschuwen. Ja, omdat het common mistake is. Yo, deze guy is van de plateau volgens mij. Wat voor plateau? De Indigo plateau dus. Oh. Volgens mij heette die guy Indigo. Oh, wow. Je hebt zo'n grappling jacket, ben je opeens? Ik heb hem aan. Dat is niet waar, man. Heb je niet dat je grappling jacket aan? Ja, maar dat is te warm hier, joh, gek. Oh. Heb je wil niet weten hoeveel hier gestookt wordt. Niet normaal. Oh ja, je bent zo slecht voor de natuurring, ben jij. Hey, dat is niet mijn keuze, hè. Dat is niet mijn keuze. Vooruit. Ja, freak. Goud geld. Ik ben aan het kijken, maar volgens mij is er niet echt iets. Wacht, is dit hier ergens in de buurt? Oké, dan ga ik hier kijken. Hearing, kijking. For requesting. Daling. Doe dit eens. 26, 21. Oeh, je bent er bijna. We zijn er bijna. Wat? Nou, ik wil zeggen van, je hebt bijna vakantie, toch? Ja. Lekker, hè? Heb je er zin in? Ja. Nice. Vind bad gathering, call me home, honey. Wat moet ik nu? You don't have the desired Pokémon. Slecht, boe. Wat wil die? Wacht, wat wil jij, gozer? Hey, gozer. Maar wil magische poeder, wil die. Volgens mij wilde die catch a combi in Grueling Grove, then show it to other boss. Oké. Ik weet niet waar combi te vinden is. In deze game. Ja, Grueling Grove, dus blijkbaar. Ik moet even 2 Skorupies gaan doden. And you do be knowing that I liking to be doding the Skorupiings. Sowieso, jij altijd. Maar jij houdt er sowieso van om dingen te vermoorden. Wow. Echt, we zijn nog geen 5 minuten niet? Bezig en ik word alweer ingelijst. Wat zei ik zo net? Shit. Bent kwijt. Ja, dat ik zomaar dat ik ervan hou om mensen te vermoorden. Nee, dat niet. Nee, dat ben ik niet kwijt.
Waar ik die combi... Grueling Grove. Dat is hem. Oké. Ja, ik was even met belangrijke dingen bezig. Oké. Nee, grapje. Wat is het voor een... Wat gebeurt er vandaag? Ja, weet ik ook. Gewoon een leuk gesprek met mijn Sandering en dan word ik alleen maar weer gepest, heen. Vond je het echt een leuk gesprek? Nee, dat wou ik. Alleen jij hielp me daar niet in door, zeg maar, het gesprek leuk te maken. Oké. Sorry. Wacht, ik mag die Growlithe niet gebruiken. Ik heb een Growlithe gevangen van level 45, alleen die luistert niet naar me. Ja, ik mag level 50, mag ik. Wat een bullshit. En die luisteren dan blijkbaar wel. Pokémon that can learn Rock Smash. Ik weet niet of ik Pokémon... Heb ik Pokémon met Rock Smash? Smashing the Rock. Ja, Smashing the Rock, dat hoop ik. Ik ga wel even bij hem langs, maar waarschijnlijk heb ik die niet. Maar waarschijnlijk is dit dat ik vorige keer ook zo had. Zo van, oh, dat kan die niet. Ik heb niet de Pokémon in. Ik heb wel de Pokémon in, zo Krogunk. Growing the Gunking. Oh, er zijn rocks die gesmashed moeten worden. Daarvoor heeft hij rocks mee nodig. Dat klopt, ja. Overigens, Sander. Ik wil binnenkort misschien een tweede seizoen gaan maken van de podcast. Ja. Misschien dat we ook nog weer een keertje zo'n eentje met liedjes kunnen doen. In de soundtracks, als je wilt. Interesting, ja. Als ik tijd voor heb, dan wil ik dat sowieso. Ja, we moeten sowieso zorgen dat hier genoeg afleveringen van zijn. Ja. So the word complete. Oké, ik ga wel gewoon scaling de scalings. Ja. Maar heb jij nog een leuk onderwerp om over te praten? Want misschien is dat leuker dan. Ja, Ga je de Harry Potter stream van dinges kijken? Ik weet nog niet wanneer die is. Oh, hij heeft het vandaag op Twitter gezet. Even op Instagram gezet. Ah. Ik heb vandaag nog geen Instagram gecheckt. Okay. Dus dat kan kloppen. Ja. Nee, ja, ik weet niet wanneer het is. Meestal kijk ik een beetje sporadisch. Hij doet het nu over 3 dagen in plaats van over 2 dagen. Ah, oké. Okay. Meestal kijk ik wel sowieso een deel, toch? En dan... ja, even kijken hoe het loopt. Oké. Okay. Ja, dat. Ja. Ik plan nooit echt in van... Oh, dan ga ik die streamen en die ga ik compleet kijken of zo, zeg maar. Dat nee, sowieso okay, maar niet. Dat vraag ik ook niet, hè? Of je hem compleet gaat kijken. Maar ik ga vast wel even een beetje checken. Meestal wel. Ja, ik zal hem waarschijnlijk niet gaan kijken. Ik kijk hem nooit, maar ik zag het wel weer voorbij komen. Ik kijk alleen als hij zo nu en dan wat op YouTube zet. Ah. Ik had dat hij de finale van de Genies ging kijken met Farida. Die heb ik wel gezien. Ja, dat snap ik. Die heb ik ook gezien. Ik vond Farida daar veel leuker dan in de serie zelf. Oh, ik ben dus niet de enige. Oké. Ja. Ja. Dat snap ik. Ja. Ik had hetzelfde dus, inderdaad. Welke Pokémon kan ik hier allemaal krijgen? Ik weet het toch allemaal niet, joh. Oh ja, ik wou Pokéballs kopen. Toen ging ik resten. Dat is ook een optie, daar niet van. Maar of het een goede optie is, dat is dan de vraag. Het is niet een beetje helemaal precies exact wat ik wilde. Zeg maar. Of heb ik hier shit in? Nee, joh, gek. Tuurlijk niet. Oké, give me something to koop. Nee, niet resting. We gaan niet weer dezelfde fout maken. Buying. Ik kan geen Great Balls buying. Dat is onaardig. Is het alleen bij deze boy of... Hè? Ik dacht echt dat ik... Ik heb ook gewoon Ik heb gewoon Great Balls, what the freak. Ja, maar je kan Great Balls niet meteen kopen, hè? Ja, je weet kan... ik, maar... Hij was gewoon niet georganiseerd, die satchel. En daardoor raakte ik in de warring. In de warring.
En I decking, I have not the ballings. Toen had ik die ballings wel. En toen was ik van, what the frick, what the frick? What the frick, what the frick, yeah. Dat is ja. Ja, dat deed ik. Oh, daar is mijn favoriete Pokémon in deze game. Die nooit boos op me wordt. Parasect. Ah, die. Dat was sarcasme. Voor duidelijkheid. Auw. En ik ga dood. Door een Shinx. Kaboom. Ik gooi een Pokéball op die Luxio. Had ik de vorige aflevering al gezegd? Volgens mij wel. Al gezegd dat ik spijt heb van de keuze van deze game. Vast. Oké, dan zeg ik het nu nog een keer. Maar waarom? Precies, leg uit. Ah, ik weet het niet. Ik vind het niet echt leuk om te spelen, zeg maar. Ik merk dat de replayability value heel laag is van deze game. Het is vooral... Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt, want het is vooral erg leuk om in dezelfde, denk ik, om, tenminste vond ik, om in dezelfde save file door te blijven gaan. Mm-hmm. Maar opnieuw is wel zo van, Ja, ik haal er niet heel veel plezier uit, maar ik wil ook niet stoppen, zeg maar, snap je? Want dat vind ik dan weer zonde. Het is ook niet kut of zo. Mm. Ik heb niet dat ik denk van, Maar nee, het is maar wel zo van... Ik heb dat een beetje doordat ik een gevoel heb dat het zo'n gegrind is. En dat het ook niet per se leuk is om naar te kijken, zeg maar. Snap je? Ik heb veel meer zin om dan bijvoorbeeld dingen te gaan doen. Scarlet and Violet, zeg maar. Ja, snap ik. Qua opnames dan, hè? Ja? Of elke andere willekeurige Pokémon. Ja, ik snap het wel. Deze game is gewoon al bijna weer een jaar oud, hè? Ja, dat is best wel heftig. Ik vind dat inderdaad best wel heftig. Want zo voelt het gewoon niet of zo. Nee. Nu is Scarlet and Violet ook al langer dan een maand uit inmiddels. Ja. Wat ook echt niet normaal is. Hoe vind je die games tot nu toe? Ben je er al op uitgekeken? Nee. Nee, ik ben er niet op uitgekeken. Ik moet zeggen, ik speel het ook niet superveel. Maar dat is wel een game die ik gewoon over en over zou kunnen spelen, zeg maar. Ja. Dat heb ik met deze game een stuk minder. Ja, dat snap ik. Nou ja, wat ik al zeg, ik... Als je, hoe heet het? Ik denk dat het gewoon vermoeiend, het is for some reason bij deze game gewoon vermoeiend om een, opnieuw een save file te beginnen of zo. Ja. Ja, ook gewoon nu, kijk weet je, als ik ben nu zeg maar, ik weet gewoon niet hoe ik nu aan die level 4 ga komen. Ik heb alle Pokémon al gevangen, ja dan moet ik Pokémon level 10 krijgen in de ding zeg maar. Maar het kost me allemaal zoveel moeite en tijd, omdat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. En dat vind ik gewoon kut. Ja, snap ik. Hoe werkt dit? X? Nee, X is... Hè? Press X to doubt. Nou, ik ben wel aan het denken en aan het twijfelen, maar... Oh, ik heb de knop trouwens inmiddels wel gevonden. Twijfeling. Ik heb zo'n goal headje. Kaboomie. Oh, er was ook nog zo'n Parasect, joh, gek. Ik vecht ook nog gewoon zo tegen zo'n Parasecting. Van de in. Zonderin? Ja. De Insecting. Insecting. Maar deze insect is een beetje paranoia, denk ik. Dan is het vast geen cutie guy. Iel, nee, gadverdamme. En of het geen cutie guy is, hij is ook zo boos. Die perre insect. Ja. Is echt niet normaal. Niet normaal, Normaling. Oh, we zijn zo slimpy, guys. Zeker, Ach, wat?
Er zijn zeker een Sleepy Guys. Oh ja, ik heb gewoon die... Wat? Ik vergeet dat ik die Weird Ear heb. Wauw. Laten we het Sleepy Guy even terugnemen. Ja, maar toen ik op plusje drukte, gebeurde er niks. Gebeurde er niks in? Nee, want je moet hier op X drukken of zo. Ja. Ja, dat maakt wel. L of R, of weet ik het. Of moet je hier ook op plusje drukken? Nee, je drukken? Moet wel op plusje drukken. Oh. Dan heb ik nooit op plusje gedrukt. En dat is crazy. Dan weer niet Slimpy Guy. Ja, dat is niet Slimpy Guy van me. Wat? Ben ik nou dood gegaan door fall damage? Hoe kan dat nou? Ja, dat kan. Ja, maar ik viel helemaal niet van ver. Had je al gedamaged? Nee. Hey, ik zei net... Wat een bam game. Oeh, even. Stardust. You don't have plays in your satchel. Jij hebt geen plays in your satchel. Misschien heeft hij wel geen satchel. Wat? Misschien heeft hij wel helemaal geen satchel. Mijn satchel heeft zeker wel een satchel. Wat? Huh? Dat klinkt raar. Ja, dat was het wel. Dat is gek. Helemaal een zin, dacht ik. Oh, de kut-kut-zien. Oh, ik heb hier zo geen zin in. Kut-kut-zien? Yep, met Indigo. Het is Ingo trouwens. Oh, het is helemaal geen... is Indigo. Hij is helemaal niet van die plateau, joh. Dus je deed eigenlijk gewoon liering. Blijkbaar. Zou je nog een Legends of een Legends game willen hebben of? Jawel, wat ik al zeg, de eerste keer door zo'n game is hartstikke leuk. Ja. En daar hou ik het dan ook bij, denk ik. Nou ja, ik vind For Shiny Hunter vond ik hem ook best wel leuk. Ja, ik ook. Maar dan moet ik zeggen, vind ik Scarlet and Violet ook erg leuk in. Dat snap ik ook wel weer. Ik denk dat ik inmiddels in Scarlet and Violet net zoveel shinies heb als dat ik in Legend Arceus heb. Dat vind ik wel heftig, man. Ik heb in Legend Arceus echt veel meer. Ja, maar hoeveel hunts heb je al gedaan met Herba Mystica? Nog geen. Dat bedoel ik. Is het zo erg? Ja, daar heb ik al die shinies uit. Ja, ik weet wel dat je daar best wel wat shinies uit had, maar niet dat je meer dan... Ik weet ook niet hoeveel jij in Legend Arceus hebt, hè, maar ik bedoel... Nou, ik denk dat wij ongeveer evenveel in Legend Arceus hebben. Ja, ik weet niet hoeveel jij hebt, maar dat denk ik. Op de gok, hè? On the gokking? On the gokking. You do be gokking. Ah, waarom is het mensen boven mij van mijn leven? Wat is er met je leven? Ze beroven mij van mijn leven. Dat is niet fijn. Ik heb wel eens fijnere dingen gehoord. Ik ook. Zoals niet doodgaan en zo. Het schijnt. Oh, ik dacht juist het nieuws van... Hé, hey, je gaat... Nee. Nee, dat is een grapje. Joking! Zo'n joker. Oh, volgens mij... Oh. Oh, nee. Hoe vond je Golf with Friends eigenlijk? Leuk. Ja. Ik vond het ook wel leuk. Ik vond het gezellig, zeker ook. Alleen... Ja, nogmaals, mijn inschatting is in die game echt trash. Dus... Ja, Trubbish is er niks bij. Ja. Dus dat is wel jammer. Dat klopt, maar dat is een paar keer spelen, denk ik. En dan dat je dat kan... Dat hoop ik. Dat kwam erg agressief uit voor zo'n moeite. Ik vond je trouwens nog wel erg wel goed qua... Hoe boos je was op de game, dat viel wel mee. Ja, jij was toch ook niet zo heel boos op de game? Nee, maar de eerste paar keer dat ik het speelde was ik wel echt van... Dat ik best wel boos was. Oké. Okay. Interesting. Wow, yo, dat is... Zo'n Engels leenwoordje. Nee, het is niet eens een leenwoord, het is gewoon een Engels woord. Oh ja.
Interesting. Toch even niet, nee. Dat geeft niks, Eng. Weet je wat ik wish? Hovering. A Merry Christmas? Oh, Cash wou ik zeggen. Wat was je? Vecht dat? Tegen een wish Cash. Oh. Dus ik zei voor de grap, weet je wat ik wish? Cash. Ja. Ik snap hem. Ik hou sowieso wel van Cash. Geef maar mijn geld. Een mooie. Ching ching. Zegt ze dan. Ah, togen shake, niet uit. Aan. Dat doet hij toch. Hij is net mijn kat. Ja. En zeker niet luisterend naar Buurman Mol. Nee, zeker niet. Oké. Een agile style absorb. Ik weet niet of dat killt. Sowieso wel, want het is keer 4 trouwens. Dat is dom. Oh. Doming. Oh, dat killt nog niet eens een derde, joh. Oké, joh. Ja, joh. You will be sandering. Zijn habit. Hating. Hij is aan het sleeping. Oh ja, Drowsy werkt anders in deze game. Drowsy is een Pokémon. Nee, ik bedoel, sleep werkt anders in deze game. Dat is Drowsy. Ik weet het, Eng. Het is een grapje. Zometeen zeg maar dat ze nog wel kunnen aanvallen omdat ze sleep zijn. Dan is rest echt OP trouwens. Dat klopt, ja. Oh, deze zit. Volgens mij heb ik Wish Cash nog niet, dus daar ben ik wel blij mee. Wishing the cash. Ja, nieuw dex entry. Yay. Backering. Oh, level 60. Oké, ik ga wel weg hier. Die niet totje. Oh, ik doe nu steeds de andere controle van die andere game. Ja, dat is wel even wennen, ja. Dat is winning. Leaf. Nee, niet jij, maar ik bedoel mezelf, Leva, uit deze cave, zeg maar. Nou ja, rustig, ik ben niet boos. Nee, maar ik wil dat. Nou ja, dat wou ik voorkomen, inderdaad. Ja, Ingo, nobody cares about you. Nou, nee. Wat? Wat zei je? Ik verstond het niet. Nee, laat maar. Oh, sad. Laat ik maar, Rick. Nu ben ik sad. Dat is dan yammering. Oké, kijk. Dus als je reageert op iets met een grapje, zeg maar, dan is het niet leuk om het nog een keer te zeggen, want dan is de hele context weg. Ah, sad. Verdriet again. Wat doet Volo hier? Chilling. Oh, dit is Azurium. Wie? Ja, weet ik het. Een nobody. Die een Bronzong ziet. Of zo. Setting up mountain camp. Dat I like. Found out what Bronzor wants. Waar is Bronzor? Zor. Song. Zor. Een van twee. Ik denk het Zor. Zor. Zorin. Through the sky? Ja, soaring through the sky, ja. Through the sky. Oké, dan moest ik hier ergens naartoe. Maar voor wat? Nobody knows. Nobody knows it. Nobody knows. I'm calling the duck in. Nou, Golling the Ducking, je mag wel in de bal blijven, zeg maar. Oh, een andere Bronzor. Wat voor dream. Niet vieren? Huh? Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Ik weet niet. Huh? Ik kan niet zien op je scherm, dus. Oké, de controls waren ineens heel raar. Ik ga wel even. Met Zor praten. Hey, Zor van de Bron.
Okay, setting up camp. Ik heb een nieuw base camp. Dat is fijn. Spoiled ape corn. Echt, het is toch niet zo moeilijk om een Pokémon te vangen? Jezus. Nog meer spoiled. Dan had ik spoiled was. Maar die apricorn is er niks bij. Kabooming. Snap je hem? Ik snap hem. Nice. They see me hating. They rolling. Hé, hey, hij zit er een keer in. Moeilijk, hè? Ja? Shit, zeg. Hé, hoezo gooi ik nou weer met zout? Wat is dit? Ja, hoezo ga je zout gooien, gast? Wacht, wat? Eigenlijk? What you saying eigenlijk? Doppelbonnets. Okay. Leuk, leuk, leuk. I guess. Eens even kijken. Ik weet niet of ik bronzer al een keer heb gevonden. Oh ja, ik heb geheeld. Dat is wel chill. Trouwens. Ik heb uw mee. Als het goed is, steadier. Ah, wel een grote shake. Ah. Nou, dat vind ik niet lief. Nou ja, best eventjes in dat balletje mogen blijven. Wow, van hoe ver zien Teddy Ursa's je? What the fuck? 2 meter. Ah, Bronzor. Doe nou niet. Gozering. Gozering. Doe nou even niet in. Oké, kan astonishen. Dat vind ik wel eng. Doe wel Agile Style astonishen. Kan ik even kijken hoe het loopt, toch? Wat is dat? Iron Defense. Ken je dat, Iron Defense? Ik heb wel Om Iron Defense. De ironie spat er vanaf. Ha, 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 zie wat hij daar, zie wat hij doet. Grappig. Oké, blijf in een balletje. Hey, dat werkt. Waarom heb ik eigenlijk 2 bronzers? Ja, we hadden graag 2. Ja, dat is wel leuk. Kunnen ze paren en shit. Ja, maken 2 ijzeren schijfjes en 1/3 ijzeren schijfje. Ik koop het voor ze. Als ze ze niet kunnen voortplanten. Een Bronzor liep out at you. Nou, wat doen we van? Hex. Ben ik nu gedisqualificeerd omdat ik de move Hex gebruik? Shitting. Zeg ze dan. Als dat het geval is, overigens. Als ik niet gedisqualificeerd ben, dan ben ik gewoon happying boying. Dan ben je wel gekwalificeerd. Ja, jij wil weer niet dat ik een happying boying ben. Nee, oké, dan weet ik genoeg. Hè? Dit ging heel raar. Ik zei, als ik niet gedisqualificeerd ben, dan ben ik een happy boying. Ja, ik zei, als jij niet gedisqualificeerd bent, dan zei ik, dan ben je gekwalificeerd. Oh, ik verstond, dan... ik kan niet luisteren, blijkbaar. Oké, nee, dan is het goed. Wat? Nee, ik zei dat wisten we. Dat ja. Je niet zo goed was in luistering. Ja, nou dat is toch fijn.
Livestream. Flashing Academy. Oh! Gozer, doe even rustig. Of zo. Doe even een great ball voor je. Dan heb ik die bronze omhoog. Dat is van die song, hè? Zo'n bronze song. Ja, van zo'n bronzen song. Die kom je niet vaak tegen, trouwens, die bronzen songetjes. Nee. Al super effectives zijn dood. Yay. Ik ga running. Heb je wel de shoes om te runnen? Nou, weet ik niet, maar dat moet niet. Want dat werkte gewoon. Waarschijnlijk dan dus wel. Ja, ik dacht, ik denk dat dat niet zo'n... niet? ...vastiging is. Wat ik wilde, maar oké. Okay. Ja, bleek denk ik... eindigen? Ik zit er midden in een bed. Maar... Oké, okay. Nou, dan maak je die bed wel even af. Ik kan best doen. Waarom is Roselia zo slecht? Dochter Roselia is. Wauw. Zo. Probeer dichter naar zijn HP-balk te gaan om te kijken van of er überhaupt iets van HP weg is. Ik ga wel runnen. Ik ben er klaar mee. Oké. Niet dood gaan, Sander. Running! Wee! Ik moet even naar een veilige plek. Oh, dit gaat sowieso met dood. Yo, een Chimeca. Oh, dat is wel een alpha. Oké, okay. Misschien laten we gewoon zeggen van... Yo, tot de volgende keer, kijkertjes. En zelf dat jullie waren en top. Nou, wat Sander zei. Doei! Joep!